Geachte genodigden, als rector magnificus van de Universiteit Maastricht heet ik u van harte welkom bij deze academische plechtigheid. Vandaag is de dag dat professor Petra Hurks haar leerstoel psychodiagnostiek aanvaardt. Dat doet ze door het uitspreken van haar oratie, waarnaar we zo dadelijk gaan luisteren. Maar eerst wil ik graag even stilstaan bij deze sterke, hardwerkende, creatieve, aimabele vrouw. Iedereen die professor Hurks een beetje kent, weet dat ik die laatste typering niet gebruik omdat ze nu eenmaal vrouw is. En die zijn aimabel, want zorgzaam en attent. Iedereen die je over Petra spreekt, noemt op enig moment hoe bewonderenswaardig het is dat ze altijd omkijkt naar anderen. Maakt niet uit hoe druk het is. Als onderzoeker, vice-decaan onderwijs van de Faculty of Psychology and Neuroscience, voorzitter van de commissie COTAN die de kwaliteit bewaakt van psychodiagnostische tests in Nederland, of voorheen als directeur van een bacheloropleiding psychologie of vertrouwenspersoon. Maakt niet uit of je student bent of collega, op Petra doe je nooit tevergeefs een beroep. En ik heb Petra gisteren toevallig gesproken. En ze zei dat ze bijna voor vanmiddag 4:30 nog een afspraak had gemaakt. Want iemand vroeg, kunnen we die afspraak even verplaatsen? En ze zei, ja, mijn agenda is eigenlijk gek genoeg heel leeg. Dus laten we dat maar doen. Oh nee, ik kan toch niet. Nou Petra, we zijn heel blij dat je er bent vandaag. Misschien helpt het feit dat ze niet zoveel slaap nodig heeft, opperde iemand. Een paar uur per nacht schijnt voldoende te zijn om weer fris en fruitig in de trein te stappen. Vandaag even niet, hè? Daar hebben we het ook over gesproken. Vanuit het Brabantse Helmond. En sommige mensen zijn nu eenmaal geboren helpers, naast dat ze geboren onderzoekers zijn. Het onderzoek van professor Hurks richt zich met name op kinderen en jongeren die op enig moment te maken krijgen met psychologisch onderzoek, om bijvoorbeeld ADHD of autisme vast te stellen. Meer specifiek richt ze zich op de tests die hiervoor worden gebruikt. Deze moeten een zo groot mogelijke zekerheid geven en je kunt je voorstellen dat dat een uitdagende materie is. Neem de intelligentietest voor kinderen die in Nederland als gouden standaard wordt gebruikt in dergelijke onderzoekstrajecten, genaamd WIPSI-3. Professor Hurks zorgde voor de Nederlandse versie van deze oorspronkelijk Engelstalige tekst, wat naast vertalen vooral draait om het correct bepalen van de normscores voor de Nederlandse context. Hier komt ook een vroegere passie van haar terug, namelijk wiskunde. Want wist u dat professor Hurks aanvankelijk wiskunde studeerde? Na 1 jaar verkoos ze toch voor psychologie, maar haar liefde voor cijfers en rekenen bleef. Wanneer je als promovendus door haar wordt begeleid, raad ik je aan de ruwe analyses dubbel te checken voor je ze bij haar inlevert, want ze haalt feilloos alle fouten eruit. Het maakt haar de perfecte voorzitter van de COTAN, die ik eerder al even noemde, de commissie Testaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut voor Psychologen, die feitelijk een keurmerk afgeeft voor psychodiagnostische tests. Een andere intensieve nevenfunctie is haar rol van vice-decaan voor onderwijs binnen de psychologiefaculteit. Van studentwelzijn en onderwijslogistiek tot werkdruk voor docenten en periodiek overleg met mij. Ze steekt ook in deze rol enorm veel tijd. Collega's waarderen die inzet zeer, lieten ze me weten. Zoals ze ook haar creativiteit waarderen. Wie bedenkt om samen met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten een geheugentraining voor kinderen genaamd dierentuinieren? Nou, Petra dus. Wie trekt de ene na de andere buitenpromovendus aan waarmee we de brug van wetenschap naar praktijk vorm krijgt? Petra. Je zou haast denken dat ze een geheime energiebron in de tuin in Helmond heeft, waaruit ze oneindig emmertjes omhoog kan takelen. Het zou in ieder geval verklaren waarom ze de afgelopen 25 jaar niet naar Maastricht is verhuisd, maar kiest voor het Brabantse land. En deels heeft ze, is dit ook een genetisch verhaal, want ik heb me laten vertellen dat er ook vader Hurks toe kan met heel weinig slaap. Met hem deelde ze een tijd lang een seizoenskaart voor PSV, wat ook wel een sterke band met Brabant illustreert.
plus natuurlijk Bart en de Meekoens. En wie denkt dat dit een underground bandje is, heeft het mis. Naast partner Bart woont professor Hurk samen met twee gigantische katten van het ras Meekoen. En als u het nog niet kent, het is de moeite waard om het even te googlen. Ik zag nog nooit van mijn leven zulke imposante katten. Maar dat terzijde. Beste Petra, ik heb alle vertrouwen in jou en je werk de komende decennia. Zeker als je zorgt dat de energiebron niet opdroogt. Van harte gefeliciteerd met deze meer dan verdiende leerstoel. Dames en heren, dan gaan we nu luisteren naar de oratie van professor Petra Hurks. Ik ben blij dat Helmond een keer positief in het nieuws komt. Bedankt voor het mooie verhaal. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb mijn tekst uitgeschreven, dus die ga ik voorlezen. Geachte rector en leden van de cortège. Beste familie, vrienden en collega's. Wat is het fijn dat u hier vandaag bent. Echt super fijn. Ik wil ook even hallo zeggen tegen de mensen die online deelnemen. Want helaas, door allerlei redenen, zijn er ook een heleboel mensen niet hier vandaag. En die wilden graag online deelnemen. En hoe fijn is dat, dat we nu met name door de coronatijd zo makkelijk hybride kunnen doen. En dat er mensen zijn die ons daarbij helpen. Dus ook bedankt daarvoor. Maar we gaan het vandaag niet hebben over corona of hybride lesvorm, want daar kunnen we heel veel over praten, maar gaan we niet doen. We gaan het over een fantastisch interessant onderwerp hebben wat mij betreft, en dat is de psychodiagnostiek. Ik vind het echt fantastisch dat de Universiteit Maastricht het grote belang van dit vak wil uitdragen voor de psychologie met een leerstoel. Ik hoop u in de komende 45 minuten uit te kunnen leggen waarom het vak zo boeiend en zo belangrijk is. En hoe ik hoop bij te kunnen dragen aan dit vakgebied. Ik zal hier spreken vanuit de psychodiagnostiek binnen de psychologie. Maar ik wil daarbij zeggen dat psychodiagnostiek even belangrijk is binnen bijvoorbeeld vakken als de psychiatrie en de orthopedagogiek. Op een van de gebouwen van de Universiteit Maastricht pronkte afgelopen voorjaar deze poster. Dit zijn de 17 doelen die de Verenigde Naties voor 2030 wil realiseren. Eén doel is het bevorderen van een goede mentale gezondheid wereldwijd. Ook Nederland kan op dit gebied nog wel een en ander bereiken. Dat blijkt onder andere uit cijfers van het CBS. Zij vroeg Nederlanders om enkele vragen te beantwoorden over hun mentale gezondheid. Zo vroeg zij: voelde u zich de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig, neerslachtig of juist gelukkig? Op basis hiervan schatte het CBS medio 2021 in dat circa 15% van de ondervraagden mentaal ongezond was. 15%. Verder meldde het CBS dat psychische klachten vaak de reden zijn om een arbeidsongeschiktheid-uitkering toe te kennen. In 2020 was dit bij circa 4 op de 10 gevallen toekenningen het geval. Dat zijn 346.000 Nederlanders. Ik hoop u nu niet depressief te maken. Maar goede psychodiagnostiek is mijns inziens heel belangrijk als je mentale gezondheid wil bevorderen. Maar wat is dan psychodiagnostiek? Ik ben lid van een hele leuke commissie, en dat is de Landelijke Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek. Dit is een commissie die valt onder de beroepsvereniging Nederlandse Instituut van Psychologen, het NIP. En deze BAPD-commissie beoogt de kwaliteit van de psychodiagnostiek in Nederland te bevorderen. Zij definieert psychodiagnostiek als een onderzoeksproces dat is gericht op het doen van uitspraken over emotie, cognitie en gedrag van personen. Naar aanleiding van dit proces kan een beslissing genomen worden, een behandeling uitgevoerd en of een advies gegeven. Deze definitie kent 2 relevante elementen. Zo stelt de definitie dat psychodiagnostiek helpt om een uitspraak over een persoon te doen. Hiermee probeert de psycholoog een antwoord te formuleren op een hulpvraag van een persoon of diens omgeving. Zoals: heeft deze persoon een leesstoornis? Of welk onderwijssysteem past het beste bij deze jongeren? Verder stelt de definitie dat psychodiagnostiek een onderzoeksproces is. Hierbij is het doel dat middels onderzoek op een systematische wijze betrouwbare en valide informatie verkregen wordt over een persoon. Het doel van de psychodiagnostiek is dus om gefundeerd een uitspraak te doen over personen. Als deze uitspraak fout of minder goed is, kan dit serieuze gevolgen hebben voor iemands mentale gezondheid.
Bedenkt u bijvoorbeeld eens wat de consequenties zijn als een jongere niet het juiste schooladvies krijgt en daardoor op een verkeerd niveau les aangeboden krijgt. Daarom is psychodiagnostiek zo'n belangrijk vak. We doen in mijn optiek al heel veel goed in Nederland op het gebied van de psychodiagnostiek. In de opleidingen psychologie wordt dit vak onderwezen, wetenschappers verrichten er onderzoek naar, beroepsverenigingen spenderen er tijd en aandacht aan, etc. Maar is dit voldoende? Er zijn aanwijzingen dat er nog wat ruimte is voor verbetering. Ik bespreek hier een aantal voorbeelden vanuit de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, maar er zijn ook zeker voorbeelden te geven vanuit allerlei andere disciplines van de psychologie, zoals de arbeids- en organisatiepsychologie of de schoolpsychologie. In 2021 stelde bijvoorbeeld GGZ Nieuws dat mensen met vooral complexe psychiatrische problemen soms jaren rondlopen met een verkeerde diagnose of een gemiste hoofddiagnose. Dat betekent dat die mensen niet de behandeling waarschijnlijk krijgen die ze nodig hebben. Ook de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, de NVGZP, stelde in 2021 dat er nog verbetering mogelijk is in de kwaliteit van de psychodiagnostiek in bijvoorbeeld DGCGGZ. En daar wil ik een beetje dieper op ingaan wat zij zeiden. De redenen hiervoor zijn volgens hen divers. Zo is er helaas een gebrek aan geld en tijd binnen de GGZ en zijn er, zoals u waarschijnlijk weet, lange wachtlijsten. Om deze wachtlijsten in te korten, vreest de NVGZP dat zorgverzekeraars en managers psychologen gaan aanmoedigen om snel te starten met behandelen en dus minder tijd te besteden aan die diagnostiek. Het grote gevaar hierbij is dat als de conclusie van de diagnostiek fout is, iemand een behandeling krijgt die niet of minder passend is en de kosten en daarmee de wachttijden potentieel alleen maar oplopen. Andere redenen die de NVGZP noemt, hebben betrekking op de kennis en vaardigheden van psychologen. Zo stelt zij dat een deel van de instellingen door masterpsychologen de diagnostiek wordt verricht. Hoewel zij een goede opleiding in de diagnostiek hebben gehad, zijn specialisten zoals gezondheidszorgpsychologen hier nog beter voor opgeleid. Laatstgenoemden hebben meer diagnostiek onderwijs genoten en langer gewerkt onder supervisie van een ervaren psycholoog. En de vraag is of zij dus niet meer ingezet zouden moeten worden in die diagnostiek. De NVGZP benadrukt daarbij hoe belangrijk het is dat psychologen na hun opleiding zich een leven lang blijven bijscholen op het gebied van de psychodiagnostiek. En de vraag is of daar ook nog niet winst te behalen valt. Ten slotte pleit de NVGZP voor meer structurele, intercollegiale toetsing en intervisie als het gaat om de psychodiagnostiek. Het doel hiervan is om van elkaar te leren en de diagnostiek te verbeteren daarmee. Ik kom straks nog terug op deze aanbevelingen, dus probeer ze te onthouden, maar ik kom erop terug. De afgelopen jaren is er ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar hoe goed professionals diagnoses stellen of antwoorden formuleren op hulpvragen. Ik bespreek hier als voorbeeld van dit type onderzoek twee onderzoeken gericht op de diagnostiek van ADHD. Ik had uit allerlei andere velden ook voorbeelden kunnen pakken, maar ik pak even deze twee voorbeelden ter illustratie. Hier ziet u de DSM-criteria van ADHD. Deze criteria zijn gebaseerd op een consensus of een overeenstemming tussen experts en wetenschappelijk onderzoek. Er is van alles te vertellen over de waarden en misschien ook wel van de gebreken van de DSM, maar voor het verhaal laat ik dat hier achterwege. De DSM stelt dat ADHD gekenmerkt wordt door aandachtsproblemen, hyperactiviteit en of impulsiviteit. Daarbij geeft de DSM bijvoorbeeld 9 symptomen, die ziet u hier, van een aandachtsprobleem. Een voorbeeld is: raakt het kind afgeleid door externe en onbelangrijke informatie? Een kind moet minimaal 6 van de 9 symptomen laten zien om te spreken van een aandachtsprobleem. Zo is er ook een lijst van symptomen over hyperactiviteit en impulsiviteit, die ziet u hier, en een bijbehorend afkappunt. Om van ADHD te spreken moeten deze symptomen voor het 12e levensjaar aanwezig zijn en in minimaal 2 settings, zoals op school en thuis, zichtbaar zijn. En dienen de symptomen te leiden tot problemen in het dagelijks leven. Het oogt best wel eenvoudig om te checken of iemand voldoet aan dit soort criteria van de DSM. Maar is dat nou echt zo? En daar gaan die twee onderzoeken waar ik net naar wees, hebben die betrekking over. Hier wordt onder andere onderzoek gedaan naar zogenoemde vignetten. Vignetten zijn casusbeschrijvingen. Een voorbeeld van een vignet is Molly, wat overigens ook de naam is van een van die mooie Maine Coons die wij thuis hebben, is een 7 jaar oud meisje. Dat is die van ons trouwens niet hoor, die is wat jonger. Ouders geven aan dat Molly een slechte slaper is.
Ze is overdag druk en vaak onrustig. Op school heeft ze moeite zich te concentreren en wordt ze snel boos als ze haar zin niet krijgt. Dit zijn dus een voorbeeld van zo'n vignet. Ik bespreek hier de resultaten van 2 vignettenonderzoeken. Bij beide studies kregen personen 4 vignetten te zien. Slechts 1 vignet voldeed aan alle ADHD-criteria. De andere vignetten verdeden niet aan al die ADHD-criteria. Bijvoorbeeld doordat 2 van de 3 DSM-criteria ontbraken. De proefpersoon moest per vignet aangeven of de cliënt ADHD had. Het goede antwoord is dus dat slechts 1 vignet voldeed aan alle ADHD-criteria. En ik moet erbij zeggen dat deze proefpersonen allemaal opgeleid zijn in de diagnostiek. Nou, dit zijn de resultaten van die 2 studies en ik zoom eigenlijk in op een totaalscore. Wat bleek? Beide studies vinden dat vaak in gemiddeld 75% tot 82% van de gevallen de proefpersoon het bij het rechte eind heeft. Dus de proefpersoon oordeelde vaak correct of iemand wel of geen ADHD had. Dat dit percentage hoog is, valt ook te verwachten als je bedenkt dat de proefpersoon in de opleiding les gehad heeft over psychodiagnostiek. Gelukkig, dus we doen iets goed daarin. Echter, de studies laten ook zien dat in 18 tot 25% van de gevallen de proefpersoon onterecht een diagnose ADHD gaven of juist onterecht zeiden dat er geen sprake was van ADHD. Stelt u zich voor dat hierdoor deze mensen ten onrechte bijvoorbeeld ADHD-medicatie of juist geen behandeling krijgen. Dus circa 1/5 van de beoordelingen was helaas fout in dit voorbeeld. De auteurs noemen als een mogelijke verklaring hiervan de representativiteitsheuristiektheorie. Een lastig woord. Deze theorie veronderstelt dat diagnostici bij een cliënt niet steeds systematisch dat hele lijstje van ADHD-criteria voor bijvoorbeeld ADHD doorlopen, maar dat ze bij zo'n ADHD-casus vooral checken of de symptomen die zij zelf het meest belangrijke vinden aanwezig zijn. En daardoor missen ze mogelijk signalen. De data van de vignettenstudies die ik net toonde, dienen vooral gezien te worden als een illustratie van het type onderzoek dat verricht wordt op dit gebied. We moeten voorzichtig zijn om op basis hiervan harde conclusies te trekken over de kwaliteit van de psychodiagnostiek in Nederland. Daarvoor moeten we er breder naar kijken. In de 2 vignettenstudies die ik hier toonde, werden daarnaast geen tests afgenomen. Een vraag is of de afname van test kan helpen om de diagnosticus en de diagnostiek te verbeteren of die diagnosticus te helpen. Help bijvoorbeeld een vragenlijst die wel systematisch al die DSM-criteria van ADHD loopt, de diagnosticus om beter te bepalen of iemand ADHD heeft. De vraag is dan ook of de inzet van een test de psycholoog helpt om de kans op fouten te minimaliseren. De term psychologische test verwijst naar alle gestandardiseerde instrumenten gebruikt om gedrag of eigenschappen van een persoon te meten. Voorbeelden van eigenschappen zijn emotioneel functioneren, cognitief functioneren zoals aandacht en redeneren en persoonlijkheidskenmerken. Er zijn diverse soorten psychologische tests, waaronder vragenlijsten, praktijkopdrachten en prestatietest. Hier vindt u 2 voorbeelden van deze test die beide claimen aandacht te meten. De ene is een vragenlijst en de lijst is gebaseerd op die DSM. En een voorbeeld van een vraag is: hoe vaak wordt u afgeleid door activiteiten of lawaai in uw omgeving? En u kunt dan antwoorden nooit tot zeer vaak. En die grijze kolommetjes zijn allemaal de vaak en zeer vaak. En de som van de vinkjes in die donker gekleurde kolommen geeft een indicatie of iemand symptomen van een aandachtsprobleem vertoont. Overigens vraagt deze lijst ook naar symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit. De andere maat is een cognitieve test. De opdracht is om aan te geven hoe vaak deze 2 figuurtjes hieronder precies hetzelfde voorkomen. Het is al laat op de middag, maar in dit geval is het goede antwoord 2. Een uitkomstmaat kan zijn hoe snel iemand dit goede antwoord vindt. Toenemend wordt bestudeerd of hersenimagingtechnieken als test bruikbaar zijn binnen de psychodiagnostiek. Zo wordt gepubliceerd over de meerwaarde van de elektroencefalografie, de EEG, voor de diagnostiek van bijvoorbeeld ADHD. Op een niet-invasieve wijze worden via elektrodes, in dit geval in een badmuts, hersengolven gemeten. De analyse van deze hersengolven biedt in potentie meer inzicht in bijvoorbeeld de aandachtsregulatie van kinderen. Ondanks dat de afgelopen jaren op het gebied van de hersenimaging belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, worden dit soort metingen in de meeste instellingen nog niet vaak ingezet in de diagnostiek. Dit gaat mogelijk veranderen in de nabije toekomst, nu apparaten nodig voor hersenregistraties vaak mobieler, goedkoper en gebruikersvriendelijker worden
en er meer kennis komt over de betekenis en de waarde van deze registraties. Dit zijn slechts 3 voorbeelden van tests. Er zijn wereldwijd heel veel tests. De bureaus, een onafhankelijk orgaan dat de kwaliteit van tests in Amerika beoordeelt, stelt bijvoorbeeld op haar website dat in Amerika er meer dan 3500 tests zijn. Ongelooflijke aantallen. In Nederland ligt dit aantal, vrees ik, helaas een stuk lager. Desalniettemin worden ook in Nederland door psychologen veel tests gebruikt. In 2000, 2009 en 2020 hebben we een vragenlijst uitgezet onder Nederlandse psychologen. Hieruit blijkt dat psychologen de afgelopen decennia meer tests zijn gaan gebruiken. Met name computertests worden tegenwoordig vaker ingezet. Daarnaast zien psychologen de meerwaarde van tests, met name als de resultaten gecombineerd worden met andere gegevens. Maar is deze hoge waardering voor tests terecht? De titel van mijn lezing, en we zullen gedacht hebben dat dat kaartje stond een titel, wanneer komt ze daarop? Dat gaan we nu doen. De titel van mijn lezing vandaag luidde daarom, is meten wel echt beter weten? Deze titel is gebaseerd op het gezegde meten is weten. Bij de voorbereiding op vandaag ben ik eerst op zoek gegaan naar waar dit gezegde vandaan komt. En u weet dat misschien, maar ik wist het niet. De internet linkt vaak 2 mensen aan dit gezegde. Te weten Nobelprijswinnaar professor Kamerling Onnes en Lord Thomson Kelvin. Beiden deden in de 19e eeuw onderzoek naar natuurverschijnselen en stelden dat nauwkeurige metingen kunnen helpen om kennis te vergaren, dus om meer te weten. Kamerling Onnes benadrukte de meerwaarde van deze metingen door te stellen: meten tot weten zou ik gaarne als zinspreuk boven elk fysisch laboratorium willen schrijven. Beiden ontkennen echter dat het meten zeker leidt tot weten, maar dat het eerder zo is dat meten kan bijdragen tot weten. De vraag is of meten ook kan leiden tot minder weten of dat we onterecht denken dat we meer weten door deze test. Vandaag wil ik met u kijken hoe dat zit in de psychologie en of er nog iets moet gebeuren qua onderwijs of onderzoek om met nauwkeurige metingen meer te weten. Echter, voor ik deze vraag ga beantwoorden, acht ik het nodig om eerst uit te leggen wat het onderzoeksproces in de psychodiagnostiek inhoudt en welke test daarin wat de rol van de test is. Het begint bij een hulpvraag. En u kent misschien mijn zusje, niet dat die een probleem heeft, begrijp me niet verkeerd. Hè, maar dit is een foto daarvan. De eerder genoemde Landelijke Commissie BHPD maakt onderscheid tussen groeibevorderende hulpvragen, zoals vragen met betrekking tot iemands loopbaan of opleiding, en hulpvragen gericht op een verstoorde of bedreigde ontwikkeling. Hier ziet u een aantal voorbeelden van dergelijke hulpvragen. Zijn sollicitanten geschikt of welke therapie past het beste? Stel, iemand komt met zo'n hulpvraag bij de psycholoog. Wat is dan de volgende stap? Hoewel er verschillende uitwerkingen van het diagnostisch onderzoeksproces bestaan, bevatten de meeste uitwerkingen een aantal dezelfde elementen. Eerder noemde ik Molly, dat meisje waarvan de ouders zich afvroegen of zij ADHD heeft. Ik zal het diagnostisch onderzoeksproces kort toelichten aan de hand van die casus. Het diagnostisch onderzoeksproces start bij Molly met een gesprek met haar ouders en de psycholoog. Na dit gesprek en met kennis van de wetenschap destilleert de psycholoog 1 of meerdere aannames, ook wel hypotheses genoemd. Een hypothese kan dus zijn dat Molly ADHD heeft, omdat bijvoorbeeld de DSM stelt dat drukgedrag mogelijk kan wijzen op ADHD. Op dat moment schat die psycholoog in hoe zeker hij is van deze hypothese. Doorgaans is de psycholoog in deze fase nog te onzeker over zijn hypothese om een advies te formuleren. Zoals bijvoorbeeld het wel of niet starten van een behandeling. In een poging zeker te zijn van zijn hypothese, start de psycholoog dan de volgende fase in van de diagnostiek. Dat doet hij onder andere door voor iedere hypothese een toetsingsplan met bijbehorende toetsingscriteria op te zetten. Ook hierbij wordt een link gelegd met de wetenschap. Zijn hypothese is dus Molly heeft ADHD. Het toetsingscriterium kan zijn dat Molly 6 van de 9 symptomen van een aandachtsprobleem laat zien, zoals beschreven in die DSM. In deze fase kan een psycholoog besluiten om een test in te zetten om dit criterium te toetsen. Vervolgens gaat de psycholoog data verzamelen om te kijken of dit inderdaad correct is. Aan de hand van de verkregen data schat de psycholoog opnieuw in hoe zeker hij is van zijn oordeel. De zekerheid kan zijn toen toegenomen, dat wil je idealiter, of juist zijn afgenomen. De resultaten kunnen leiden tot nog altijd te veel onzekerheid of nieuwe vragen.
waardoor de cyclus zich herhaalt. Dit proces blijft doorgaan totdat die psycholoog voldoende zeker is om een uitspraak te doen en of een advies te geven. Het is moeilijk te voorspellen wanneer een psycholoog zegt dat hij voldoende zekerheid heeft. Dit is onder andere afhankelijk van de aard en de complexiteit van de hulpvraag. Diverse studies hebben gekeken naar de meerwaarde van test binnen deze cyclus. Deze studies geven vaak direct dan wel indirect bewijs voor deze meerwaarde. Op basis van literatuuronderzoek stellen Meijer en collega's bijvoorbeeld dat psychologen die uitsluitend vertrouwen op interviews vatbaarder zijn voor onvolledige en foutieve inzichten. Zij pleiten daarom voor de inzet van tests in de psychodiagnostiek. Als argument noemen zij dat de validiteit van deze test vaak sterk is en overtuigend. Het begrip validiteit verwijst naar metentest wat de test beoogt te meten. Dus als een test beweert aandacht te meten, meet die test dat dan ook. Dus deze goede validiteit helpt de inzet van test volgens Meijer en collega de psycholoog bij deze diagnostiek. De meerwaarde van instrumenten blijkt ook uit de vignetstudies die ik eerder noemde. En ook hier geef ik weer een voorbeeld. Stel je zich voor, Quick en collega's gaven proefpersonen 3 casusbeschrijvingen of vignetten. Per casus moest de proefpersoon aangeven of de casus voldeed aan de criteria van een psychiatrische stoornis, te weten een ernstige depressie, een gegeneraliseerde angststoornis en of een borderline persoonlijkheidsstoornis. 50% van die proefpersonen kreeg alleen die casusbeschrijvingen. De andere 50% kreeg daarnaast een checklist met daarop alle DSM-criteria, zoals die in dat boekje staan. Die mochten ze ernaast houden. En wat bleek? De proefpersonen die checklist kregen naast zo'n vignet voelden zich zekerder bij het stellen van die diagnose. Daarnaast maakten ze doorgaans minder fouten, hoewel ze helaas nog altijd fouten maakten. Wel stelden de auteurs dat het succes van zo'n checklist afhangt van hoe complex de casus is en of de diagnosticus voldoende training heeft gehad. Dus training is superbelangrijk daarbij. Psychologische tests kunnen dus potentieel de diagnostiek verbeteren. De mate van verbetering hangt daarbij af van diverse factoren, zoals hoeveel scholing heeft iemand gehad, maar ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de test en hoe deze test meegewogen wordt door de psycholoog. Beide punten zal ik hier bespreken. Ten eerste dient de kwaliteit van de test voldoende te zijn. En Pamela noemde net al de commissie. De commissie Testaangelegenheden Nederland, COTAN, is een centrale commissie van dat eerder genoemde Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP. En hier ziet u een foto van de COTAN-leden. En sommigen zitten ook in de zaal, dat zie ik nu al een beetje grinniken. Daar kunt u dadelijk mee praten tijdens de borrel als u wil. Maar deze commissie bestaat al meer dan 60 jaar en heeft als doel de kwaliteit van test en testgebruik in Nederland te bevorderen. Een manier waarop zij dat doet is door het opstellen van beoordelingscriteria waarmee de psycholoog kan kijken wat de kwaliteit van een test is. Daarnaast helpt die COTAN de psycholoog door ook zelf maar tests te beoordelen. Omdat ze misschien denken dat is voor psychologen heel complex, laten we eens helpen. Daarnaast geeft ze richtlijnen over testgebruik. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn van deze commissie met haar gedreven en deskundige leden. Dat geldt overigens ook voor andere commissies waar ik in zit. De COTAN beoordeelt dus onder andere de kwaliteit van test. Zo kijkt zij naar wat de test beoogt te meten, hoe betrouwbaar of nauwkeurig de test is en of de test meet wat hij beoogt te meten. De COTAN geeft geen totaaloordeel. Het is aan de psycholoog om te bepalen of de test inzetbaar is en onder welke voorwaarden. De psycholoog moet daarbij zelf oordelen of een test die als volgt beoordeeld wordt, met 1 onvoldoende, bruikbaar is in de vorming en toetsing van hypotheses. En ik zie sommige mensen al kijken, dat moet kunnen. In dit voorbeeld is de validiteit onvoldoende. Het begrip validiteit verwijst dus naar meten test of wat de test beoogt te meten. Stel, de testauteur beweert dat de test goed voorspelt of het VWO passend is bij een kind. Met validiteitsonderzoek wordt dan bekeken of de test dit inderdaad goed voorspelt. Als de validiteit laag is, dan voorspelt deze test mogelijk onvoldoende hoe goed iemand het op het VWO gaat doen. En dan moet u voor zelf nagaan, vind ik dat dan belangrijk dat ik dat goed kan voorspellen? Nou, de Beroepsethische Zakencommissie van het NIP
stelt in ieder geval dat tests waarvan niet bekend is dat de kwaliteit voldoende is, niet gebruikt mogen worden om beslissingen op te baseren. Zij mogen hooguit voor hypothesevorming worden gebruikt. De waarde van de COTAN, maar ook vooral het belang van de kwalitatief goede test, wordt mijns inziens door diverse instanties onderschreven. Zo dragen alle universiteiten met een opleiding psychologie in Nederland bij aan het werk van de COTAN. Ook komt de kwaliteit van tests terug in alle psychologieopleidingen in Nederland. De COTAN-beoordelingen komen daarbij vaak, zo niet in alle opleidingen, terug, ook in Maastricht. Testkwaliteit in de COTAN wordt daarnaast genoemd in diverse stukken geschreven door ministeries. Ik geef hier een paar voorbeelden van. Zo noemt de arbeidsinspectie het belang van beide in de toelichting op de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en in de checklist arbeidsdiscriminatie om te zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt bij werving en selectie. Ook beoordeelt de COTAN bij wet in een opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de expertgroep momenteel nu nog de kwaliteit van de eindtoetsen ingezet in groep 8 van het onderwijs. Verder wordt in diverse documenten op het internet de COTAN en die kwaliteit van test genoemd als standaarden. En ook de COTAN wordt genoemd als standaard van de kwaliteit van test te noemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in deze landelijke richtlijn ADHD of in diverse kwaliteitsstandaarden opgesteld door AQUA GGZ. Ondanks het belang van kwalitatief goede test geven psychologen op een recente enquête slechts een matig cijfer op de vraag of zij voldoende informatie hebben over de kwaliteit van tests. Ik heb vaker gehoord dat ze het daarnaast vaak lastig vinden om die kwaliteit zelf te beoordelen aan de hand van een handleiding. Een commissie als de COTAN kan de psycholoog helpen door voorlichting te geven over deze kwaliteit, maar ook om dus zelf tests te beoordelen voor die psycholoog. Echter, op dit moment beoordeelt de COTAN alleen tests die de testauteur zelf aanbieden. Dat betekent dat niet alle tests beoordeeld worden. Daarnaast zijn er aardig wat beoordeelde tests die minimaal 1 onvoldoende krijgen van de COTAN. Zo heb ik gekeken naar een willekeurig 11-tal cognitieve test en hoe de COTAN deze heeft beoordeeld. Cognitieve test meten bijvoorbeeld aandacht of geheugen. Ik koos voor cognitieve test omdat ik vanuit mijn achtergrond als neuropsycholoog vaker cognitieve test inzet in het onderwijs en in het onderzoek. Het valt me op dat deze willekeurig gekozen test aardig wat onvoldoendes krijgen op 1 of meerdere beoordelingscriteria. Dat ziet u aan de hand van die O'tjes. En die staan er best wat in. In de toelichting op deze testbeoordelingen stelt de COTAN vaker dat zij onvoldoendes geeft omdat de auteurs niet voldoende onderzoek hebben verricht. Het is dus best mogelijk dat de tests betrouwbaar of valide zijn, maar de COTAN geeft een onvoldoende omdat er onvoldoende gegevens zijn om er zeker van te zijn dat deze test dus goed is. Daarom die onvoldoendes. En soms vragen mensen daarnaast zich af of die COTAN-beoordelingscriteria wel passend zijn bij dit type test, want dat kan natuurlijk. Dat cognitieve tests wel degelijk kunnen voldoen aan de COTAN-eisen blijkt als ik kijk naar een groepje willekeurig gekozen intelligentietests. Dat zijn ook cognitieve tests. Daar zien we meer tests die minimaal een voldoende of een goed krijgen. Echter, ik denk dat we als COTAN veel vragen van testauteurs. De kwaliteit van test moet immers goed zijn als u daarmee een uitspraak over een persoon wilt doen. Het onderzoek nodig om deze kwaliteit te onderzoeken kost veel geld en tijd en er zijn helaas in Nederland maar beperkt subsidiemogelijkheden voor dit werk. Daarom wil ik hier een lans breken richting overheid, zorgverzekeraars en andere bedrijven om meer gelden vrij te maken voor testontwikkeling en onderzoek naar de kwaliteit van test in Nederland en ook het werk van de COTAN. Om zo de psycholoog en andere diagnostici verder te helpen. Als een goede testkwaliteit zo belangrijk is dat het in diverse overheidsdocumenten en landelijke richtlijnen wordt genoemd, is het ook noodzaak om middelen vrij te helpen maken om dit werk te doen. Daarin kan mijns inziens het voorbeeld gevolgd worden van Stichting Abbas Fonds in Nederland. Deze stichting wil onderzoek naar en ontwikkeling van psychologische test vooruit helpen. De stichting stelt daartoe onder andere jaarlijks een subsidie van €30.000 beschikbaar. Ieder jaar worden hele goede voorstellen ingediend, maar helaas kan daarvan slechts 1 of 2 subsidieaanvragen worden toegekend door het beperkte budget. Doordat ik in deze wetenschappelijke commissie zit, ben ik waarschijnlijk bevooroordeeld. Maar mijns inziens helpen deze subsidies de testontwikkeling en het onderzoek naar de kwaliteit van test echt wel.
Echter, meer geld is goed bruikbaar opdat we de diagnosticus beter zijn werk kunnen laten doen. De komende jaren wil ik niet alleen via de COTAN en Stichting Abbas Fonds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van tests. Zo stel ik mijzelf het doel bestaande tests uit het buitenland te vertalen en te bewerken, bestaande tests te verbeteren door bijvoorbeeld naar alternatieve scoringsmethoden te kijken en nieuwe tests te ontwikkelen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Hier geef ik u een paar voorbeelden van tests waar we aan werken. Bij de eerste voorbeelden zetten we technologie in de ontwikkeling van tests. Technologie kan bijdragen aan de diagnostiek in bijvoorbeeld het zorg of het onderwijs of de organisatiepsychologie. Het belang van technologie wordt bijvoorbeeld genoemd in een recent uitgekomen kennisagenda voor het onderwijs in de toekomst. Zij stelt onder andere dat technologie de leerkracht kan helpen om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren. Hiervoor moeten mijns inziens nog wel meer instrumenten ontwikkeld worden. Samen met leerkrachten zijn we dergelijke instrumenten aan het ontwikkelen, opdat we meer informatie krijgen over kinderen. En ik zal daar dadelijk een voorbeeld van geven met een klein filmpje. Maar eerst een ander voorbeeld. Mijn eerste voorbeeld waar we aan werken is de Doolhof-test. Dit is een bekende cognitieve test. En u kent allemaal het principe van een Doolhof. Vind zo snel mogelijk de weg van A naar B. Dat hebben we allemaal als kind gedaan. Deze test wordt vaak op papier afgenomen en de uitkomstmaat is dan vaak hoe snel iemand van A naar B kan gaan. Deze uitkomstmaat zegt iets over hoe iemand presteert op deze taak. Maar het geeft nog weinig inzicht in de redenen waarom iemand bijvoorbeeld trager is. Misschien is iemand motorisch trager, maar loopt wel rechtstreeks. Maar het kan ook zijn dat iemand steeds een doodlopende weg inloopt. Dit soort informatie is nodig om een genuanceerdere uitspraak over een persoon te doen. We denken dat dit soort informatie makkelijker digitaal en nauwkeuriger digitaal te verzamelen zijn. Daarom hebben we met experts vanuit diverse disciplines gewerkt aan de Intelligent Maze. Zo ziet die maze eruit. De opdracht is dat het kind met een pen met magneet een balletje door het doolhof beweegt. Terwijl het kind speelt met het doolhof, wordt automatisch informatie opgeslagen over hoe het balletje beweegt als een functie van tijd en plaats. De eerste data zijn inmiddels verzameld met deze test bij kleutertjes. De analyses laten zien dat diverse maten met het instrument berekend kunnen worden. Zoals de totale afstand afgelegd, hoe vaak en hoe lang iemand inactief is, gemiddelde snelheid van bewegen en hoe vaak slaat iemand een doodlopende weg in, etc. Als je deze maten correleert met de originele doolhoftaak, dan blijkt slechts dat 1 op de 4 maten van onze test correleert met de scores op de originele test. En dan ook nog best wel laag. Meer onderzoek met onder andere geavanceerde analysetechnieken is nodig om beter te weten wat de meerwaarde is van dit instrument. Voor het volgende voorbeeld hebben we eerder een innovatieprijs gewonnen. In het project houden we ons bezig met hoe robots kunnen ondersteunen bij het observeren van samenwerkend leren bij kinderen. In het project werken we met zogenoemde ETMO. Deze is goedkoop in de aanschaf en niet heel gemakkelijk kapot te krijgen. Het ziet er zo uit. En de opdracht die de kinderen in tweetallen krijgen is om met de ETMO zo snel mogelijk van A naar B te bewegen. Dit doen ze met 2 tablets, zoals u hier ziet, waarop ze diverse variabelen kunnen manipuleren. Die ziet u hier. Zoals omvang, positie en relatie. De kinderen wordt niet verteld wat de variabelen betekenen. Dat moeten ze zelf uitvinden. Dit zijn voorbeelden van hoe mensen dan die ETMO laten bewegen. Dit is een manier. Dit is een manier. Sommigen plakken er stickers aan en zien het als een hondje. En dit is een manier. Hè? Dus aardig wat verschillen. Net als bij de Intelligence Maze gaan we bekijken welke data we kunnen verzamelen met de ETMO. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoe vaak mensen aan bepaalde knoppen zitten en in welke volgorde. Dit is een weergave. Dit is een weergave hoe 2 kinderen met de ETMO speelden. Op de horizontale as wordt de tijd weergegeven dat de kinderen met de ETMO speelden. Op de verticale as staat welke knoppen er zijn. De streepjes geven weer welke knoppen wanneer zijn ingedrukt. De kinderen in dit groepje lijken alle knoppen te gebruiken. Ook lijkt er een volgorde te zijn in wanneer ze welke knoppen indrukken. Doordat we die schuine lijnen steeds krijgen hier. Daar lijkt iets systematisch in te gaan. Maar we moeten nog verder uitzoeken wat dit betekent.
Verder willen we de verbale uitingen van kinderen tijdens het werken met ECMO digitaal gaan analyseren. Zoals hoeveel praten ze, op welke toon, etc. Aanvullend zijn we samen met leerkrachten een observatieschaal aan het ontwikkelen die ingevuld wordt door de leerkrachten terwijl de kinderen met de ECMO spelen. Door het combineren van al deze data hopen we beter de vaardigheden van kinderen in kaart te kunnen gaan brengen. Hier, dat zijn twee voorbeelden. Hier geef ik nog een aantal andere voorbeelden van tests waar we mee bezig zijn. Zoals het bewerken van niet-Nederlandse tests. Pamela noemde net al de Wechsler-testen om intelligentie te meten, maar ook taken zoals management en schatting van tijd of een vragenlijst van gedrag en cognitie. Daarnaast zijn we aan het zoeken naar de kwaliteit van bestaande tests en of er alternatieve scoringsmethoden zijn. Nou, dit zijn ook wat voorbeelden daarvan om bijvoorbeeld leervoorkeuren bij kinderen te onderzoeken of op een andere manier die intelligentietest kunnen analyseren. En tenslotte ontwikkelen we nieuwe tests, zoals een vragenlijst voor de oorzaken van ADHD beter in kaart te brengen. De relevantie, even kijken hoor. Oh ja, bij al deze tests spenderen we veel tijd aan het onderzoeken van die testkwaliteit. Zelfs als we tests bewerken vanuit een andere taal, dient uitgebreid onderzocht te worden wat de kwaliteit van de test is voor het gebruik in Nederland. Zelfs als deze test non-verbaal is. En dan zult u denken, waarom heb ik dit plaatje? De relevantie hieraan blijkt uit onder andere onderzoek van Brouwers en collega, die keken naar landenverschillen in testprestatie op deze non-verbale Raven Progressive Matrix test. Nou was de bedoeling, er zit hier een leeg vak en een van die vakjes moet je daar invullen. En dit is een relatief makkelijke, dus ik hoop dat deze lukt. Er zijn ook wat moeilijkere varianten van. En dat hebben ze bij heel veel landen gedaan. En hier ziet u de verschillen tussen landen. En die zijn aardig groot qua prestaties. In Nederland bijvoorbeeld scoren mensen gemiddeld 15 punten minder op deze test in dit onderzoek dan degene in Frankrijk. Nou weet ik niet wat dat zegt over ons en over de Fransen, maar het is slechts een voorbeeld van de invloed van land en ondersteunt de aanname mijnziens dat we de kwaliteit van vertaalde test ook moeten onderzoeken. Bijvoorbeeld qua normen, maar ook meten die testen in de andere landen nu precies hetzelfde. De komende jaren zullen we dus verder gaan met testontwikkeling. Daarbij verrichten we onderzoek naar factoren die potentieel de prestaties van het individu op deze test beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld die landverschillen, maar ook bijvoorbeeld de invloed van strategie, instructie, itemvolgorde of beloningen op testprestaties. Deze tests kunnen helpen met de psychodiagnostiek, als deze van voldoende kwaliteit zijn. Echter, zelfs de beste test is niet perfect. Ter illustratie, hier ziet u een plaatje van test die we eerder ontwikkeld hebben. De test meet onder andere het cognitief functioneren van jonge kinderen. Ze moesten kinderen sterren vangen die onder deze bananen uitkwamen. We hebben de test afgenomen bij jonge kinderen met en zonder ADHD, of een vermoeden daarvan, want zo jong waren ze. We hebben bekeken of de test goed kon voorspellen wie in welke groep viel. En we vonden dat de test 88% van de kinderen met een vermoeden van ADHD correct indeelde in deze ADHD-groep. En 72% van de gezonde kinderen werden correct ingedeeld in de controlegroep. En dat is heel veelbelovend. Echter, deze resultaten tonen ook dat de test 22% van de kinderen niet in de juiste groep indeelde. Dus een 22% werd gezet als ADHD, terwijl het dat dan bijvoorbeeld niet was. Hierdoor kunnen we door de test een verkeerd oordeel maken. Een antwoord op een hulpvraag wordt daarom vrijwel nooit gebaseerd op slechts één test. Moons en Van der Graaf stelden correct of terecht: elke bevinding is slechts een onderdeel van het totaal aan informatie dat nodig is om een diagnose te stellen of een antwoord op een hulpvraag te krijgen. Elke vorm van diagnostiek is in misselende mate belastend voor de patiënt, tijdrovend en duur. Diagnostiek moet daarom zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd met inachtneming van acceptabele percentages foute beslissingen. Dus dat zal altijd, het zal nooit perfect zijn. Veel, maar zeker niet alle tests waar ik me op richt en wil gaan richten, zijn cognitieve tests. Modellen als het Research Domain Criteria, het RDOC, beschouwen cognitie als een heel belangrijk domein als je moet gaan onderzoeken hoe het gaat met mentale gezondheid. Maar er zijn ook andere domeinen. Hier ziet u er een aantal. RDOC stelt daarbij dat de biologie, zoals de hersenen en genen, en de omgeving, zoals culturele verschillen of factoren en lesmethoden, van invloed zijn op deze domeinen als cognitie. Zij moedigt onderzoekers aan om deze relatie te onderzoeken in de context van de mentale gezondheid.
Ook hieraan wil ik de komende jaren een bijdrage leveren middels wetenschappelijk onderzoek. Ook omdat deze kennis in te zetten is bij de hypothesevorming en de besluitvorming binnen die psychodiagnostiek. Kortom, naast testontwikkeling verrichten we daarom onderzoek naar de relaties tussen biologische en omgevingsfactoren op de diverse domeinen genoemd in dit RDOC-model. Ik zal hiervan een paar voorbeelden geven. Zwangerschapsvergiftiging of pre-enclampsie komt vaak voor bij circa 5% van alle zwangerschappen wereldwijd. Zwangerschapsvergiftiging leek samen te gaan met een verhoogd risico op allerlei problemen zoals hart- en vaatziekten. Zo laat onderzoek van Ales en collega's zien, en professor Spaneman, die hier ergens in de zaal zit, waar ik hem nu... Ja, daar. Hè, die kan daar veel meer over vertellen dan ik. Maar laat zien met dit plaatje dat mensen na een zwangerschapsvergiftiging een hogere kans hebben op cognitieve klachten dan mensen met een gewone zwangerschap. Het verschil neemt af naarmate de zwangerschap langer geleden is. Echter, pas na 20 jaar lijkt dit verschil te verdwijnen. De oorzaken van deze klachten zijn onbekend. Om de diagnostiek goed te kunnen doen, wil je graag deze oorzaken weten. Zijn er de klachten bijvoorbeeld biologisch van aard? In Maastricht onderzoeken we dit vraagstuk. Zo zijn er hersenscans gemaakt van mensen met en zonder een geschiedenis van zwangerschapsvergiftiging. Zo vonden we op groepsniveau diverse verschillen in de hersenen en de functionele hersenorganisatie van deze mensen met en zonder een geschiedenis van zwangerschapsvergiftiging. Dat geeft een eerste aanwijzing dat er mogelijk biologische factoren een rol spelen bij de verklaring van in ieder geval sommige van deze cognitieve klachten die mensen kunnen ervaren na een zwangerschapsvergiftiging. De komende jaren kunnen we hopelijk verder werken aan dit onderzoek. Hierbij werken we samen met experts vanuit diverse disciplines zoals gynaecologie, neurowetenschappen en cardiologie. Onder leiding van professor Spaneman onder andere. Hierbij geef ik nog een aantal andere voorbeelden van projecten waar we aan werken met experts uit diverse disciplines en waar we bijvoorbeeld afgelopen jaar over gepubliceerd hebben en of waar we momenteel over aan het publiceren zijn. En dit zijn dit soort voorbeelden. Je kunt ze ook lezen, maar het gaat over bijvoorbeeld hypersensitiviteit en hersenletsel, het meten van afleidbaarheid van de ADHD door naar de oogbewegingen te kijken, risicofactoren van ADHD door al heel vroeg in de ontwikkeling te kijken en de effecten van keuzevrijheid bij toetsing op zelfreguleren in het onderwijs bijvoorbeeld. Echt super interessant onderzoek. Ook hebben we onderzoek gedaan de laatste jaren naar iets wat nu heel gevoelig ligt. Het cognitief functioneren van jonge kinderen in de Oekraïne. En we hebben dat gedaan voor waar het land nu zich in bevindt. En het waren toen al schrijnende verhalen. Dus ik maak me daar echt heel erg zorgen over. We kijken ook naar effecten van interventies. Zo kijken we naar neuropsychologische behandelingen bij leesstoornissen of bij sensorische prikkelverwerkingsproblemen. We kijken naar de effectiviteit van tennis op sociaal-emotioneel leren, bijvoorbeeld in Afrika, of naar de effectiviteit naar hersenletsel van dit soort programma's. Ook kijken we naar, en werken we samen op het gebied van farmacologie. En supermooi dat ik daaraan mee mag doen aan dat onderzoek. Ten slotte kijken we ook naar bijvoorbeeld studentenwelbevinden. Daar is veel over te doen. En we kijken bijvoorbeeld naar risicofactoren van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Maar ook wat we kunnen doen om uiteindelijk emoties en emotionele problemen bij studenten te verhelpen. Binnen Maastricht hebben we daar een mooi programma voor, wat de Wellbeing Movement heet. Maar ook tussen universiteiten en hogescholen waar Maastricht ook aan bijwerkt. Super interessant, denk ik. Dus ik wil graag bijdragen aan de testontwikkeling en de wetenschappelijke kennis over mentale gezondheid en factoren die dit beïnvloeden. Het derde doel is om bij te dragen aan hoe effectief kennis over psychodiagnostiek kunnen overdragen aan bijvoorbeeld psychologen en psychologiestudenten. Dit licht ik toe middels een voorbeeld. Eerder stelde ik dat de kwaliteit van de diagnostiek afhangt van een aantal zaken, waaronder scholing. Maar ook de kwaliteit van test en hoe de testprestaties meegewogen worden door de psycholoog. En ik zal nu ingaan op dat laatste. Zelfs met test is het voorspellen van menselijk gedrag ontzettend moeilijk. Stelt u zich voor dat 3 personen solliciteren op een baan als docent bij de Universiteit Maastricht, of op welke andere baan dan? De commissie heeft besloten dat deze instrumenten ingezet worden bij de selectie. Zo vindt een interview plaats,
We nemen een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst af en we doen een rollenspel. De selectie kiest kwalitatief goede instrumenten, om redenen die ik net genoemd heb. Na afname heeft de selectiecommissie per kandidaat een heleboel data. De vraag is dan, hoe combineer je deze gegevens om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de baan? En als je dan heel veel geschikte kandidaten hebt, hoe kies je er dan één om de baan te geven? Nou, recent hebben we professionals die dit soort beslissingen vaker moeten nemen, zoals psychologen bijvoorbeeld, gevraagd hoe zij deze informatie zouden combineren. Verreweg de meesten gaven aan dat ze daarbij de holistische methode gebruiken. Bij deze methode combineert de professional alle verkregen informatie in zijn hoofd en komt hij zo tot een oordeel. Hierbij gebruikt hij zijn kennis, ervaring en intuïtie. Echter al in 1954 stelde Miel dat deze aanpak nadelen heeft. Dus als u zo mensen selecteert, weet het heeft nadelen. Zo zijn mensen niet goed in het consistent wegen van verschillende gegevens in hun hoofd. In ons voorbeeld kan dit betekenen dat de professional bij de ene sollicitant de intelligentietest het zwaarst laat wegen en bij de andere de persoonlijkheidstest. En dat kan oneerlijk zijn. Onder andere Miel stelt als alternatief de mechanische aanpak voor. Hierbij stelt de sollicitatiecommissie bij de start van het selectieprocedure een algoritme of beslisregel op over hoe zij de informatie gaat combineren en met name gaat wegen. Dit is een voorbeeld van zo'n algoritme, met daarbij de gekozen weging per instrument. De hoogte van de weginggewichten is bepaald door de beoordelaar samen bij de start van het selectieprocedure. In dit voorbeeld weegt het rollenspel het zwaarst met een weging van punt 40 en het interview het lichtst met een weging van punt 1. Hier ziet u de scores die ieder individu heeft gehaald op de verschillende onderdelen. In dit voorbeeld kan op ieder onderdeel maximaal 10 punten worden gehaald. Kandidaat 1 haalt bijvoorbeeld een hoge score op het rollenspel, een 9. Kandidaat 3 haalt bijvoorbeeld een hoge score op de capaciteitentest. Als we alle resultaten in de formule stoppen, dan blijkt dat kandidaat 3 de hoogste totaalscore behaalt en daarmee volgens dat algoritme de meest geschikte kandidaat is voor de baan. Hoe het algoritme eruit ziet, bepaalt de commissie zelf. De expertise van bijvoorbeeld een psycholoog is ook bij deze methode essentieel, bijvoorbeeld bij de keuze van de test of bij het opstellen van het algoritme. Al in 1954, zoals gesteld, stelde Miel dat het gebruik van algoritmes vaak leidt tot betere en transparantere beslissingen of voorspellingen dan die holistische aanpak. Later werd dit herhaaldelijk aangetoond met onderzoek in diverse disciplines binnen de psychologie, dus niet alleen maar bij het selecteren van kandidaten. Als deze methode dan beter werkt, en we weten dat al heel lang, waarom worden algoritmen dan nog relatief weinig gebruikt in de psychodiagnostiek? Dat hebben we in ons recent onderzoek gevraagd aan psychologen. Zij gaven een aantal redenen. Deze hebben vooral betrekking op misverstanden over algoritmen en de behoefte van de psychologen aan meer praktische kennis in deze. Zo noemden we bijvoorbeeld als, hoe stel je dan de algoritme op? En wat doe je met tests die dan niet voldoende zijn qua psychometrische kwaliteit? Kun je ook bij complexe casuïstiek uit de voeten hiermee? En hoe dan? Help ons. Ook gaven ze aan dat er bij andere belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, ook meer kennis nodig is hierover. Er zouden bij deze opdrachtgevers vooroordelen bestaan over algoritmen die de acceptatie hiervan in de weg staat. In ons onderzoek noemden de proefpersonen zelf een aantal manieren om de acceptatie van algoritmen te bevorderen, want ze werden al pratende er steeds enthousiaster over. Zoals geef trainingen of cursussen tijdens de bachelor, masteropleidingen, maar ook daarna. Daarnaast noemden proefpersonen het belang van intervisie en samenwerken, waarbij psychologen binnen één instelling of tusseninstellingen met elkaar overleggen hoe ze in een casus tot een beslissing zijn gekomen en hoe ze een algoritme daarbij hebben ingezet. Ook stelden de proefpersonen in het onderzoek dat psychologen koppig zijn. Ik denk meteen dat psychologen nu denken, oh nee, dat is niet waar. En dat ze denken dat ze beter kunnen voorspellen dan algoritmen. Hun werkwijze veranderen zal een uitdaging worden volgens deze proefpersoon. Deze adviezen sluiten mijns inziens aan bij de eerder genoemde adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen. Die stelden dat psychodiagnostiek in Nederland belang heeft bij goede scholing, ook na de master- en postmasteropleidingen en bij intercollegiale toetsing en intervisie. Deze adviezen zijn van toepassing op alle disciplines in de psychologie waar beslissingen worden genomen. In ons onderzoek melden proefpersonen verder dat het kan helpen
om landelijke richtlijnen op te stellen hieromtrent. Een voorbeeld van zo'n richtlijn is de eerder genoemde checklist arbeidsdiscriminatie, bedoeld om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. Deze is opgesteld door de arbeidsinspectie en stelt onder andere: maak gebruik van vooraf opgestelde selectiecriteria en richt het selectieproces zo in dat je altijd kunt nagaan op basis waarvan beslissingen zijn genomen. Algoritmen zijn hierbij van meerwaarde, mijns inziens. Ik denk persoonlijk alleen dat het daarbij nodig is om gebruikers van de checklist meer kennis te bieden over hoe zij bijvoorbeeld zo'n algoritme moeten opstellen en inzetten. Dit sluit aan bij de resultaten van ons eigen onderzoek zojuist gepresenteerd. Een doel dat ik mezelf dan ook stel, is om te onderzoeken hoe we dit soort kennis over algoritme, maar ook over testgebruik en besluitvorming goed kunnen overdragen aan professionals als psychologen en psychologiestudenten. Opdat we een kwaliteitsslag kunnen maken. Dat kan mijn inziens alleen maar samen met professionals, opleidingen, beroepsverenigingen als het NIP en commissies als de COTAN en BAPD. Hoewel psychologen misschien wel eigenwijs of koppig zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we samen met alle kennis aanwezig in Nederland en daarbuiten veel kunnen bereiken om de al goede psychodiagnostiek te verbeteren. Dus samenvattend heb ik mezelf de volgende doelen gesteld. Test ontwikkelen en de kwaliteit daarvan onderzoeken. Kennis vergaren over factoren die testprestatie beïnvloeden. Bijdragen aan onderzoek naar mentale gezondheid en factoren die dit beïnvloeden. En onderzoeken hoe we effectief kennis over psychodiagnostiek kunnen overdragen. U bent er bijna, dat is bijna een borrel. Ten slotte een woord van dank. 18 jaar geleden promoveerde ik in deze zaal. Collega's gaven me toen een boek met adviezen over mijn carrière. En mijn promotor, die er vandaag helaas niet bij kon zijn, adviseerde: Eigenwijs wordt eigenwijze, dat zou goed zijn, zit er wel in, komt goed. Dat ben ik nooit vergeten. Ik heb het ook opgezocht in dat boekje. Ik vrees alleen dat ik nog altijd wat eigenwijs ben, maar ja, zoals klaarblijkelijk meer psychologen. Maar ik luister, denk ik, in de loop der tijd inmiddels wel beter. Want wat een mooie verhalen en interessante opmerkingen en stimulerende opmerkingen heb ik de afgelopen jaren mogen horen in samenwerking en in contact met zoveel mensen binnen en buiten de universiteit. Het liefst bedank ik al deze mensen persoonlijk. Ik denk hierbij aan collega's en studenten op de universiteiten en aan de benoemingsadviescommissie en de begeleidingscommissie opgericht in het kader van deze leerstoel. Ook denk ik zeker aan mensen buiten de universiteit waarmee ik mag samenwerken, zoals leerkrachten, gedragsdeskundigen, proefpersonen. Deze samenwerking brengt niet alleen maar heel veel plezier in het werk, maar brengt het onderzoek, onderwijs en validisatie zoveel verder. Het zorgt voor nieuwe ideeën en inzichten. Bedankt allemaal. Ik wil de Universiteit Maastricht en in het bijzonder het College van Bestuur, het College van Decanen, de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen bedanken voor het vertrouwen dat ze mij geven. En natuurlijk zijn er dan mijn vrienden en familie die hier ook zijn. Super fijn. Bedankt dat jullie er altijd zijn voor mij en ook voor Bart. Jullie zijn echt geweldig. Ten slotte dan deze foto. Dit zijn mijn partner, mijn zusje, die had ik net al laten zien, en mijn ouders en schoonouders. Hoe spijtig is het dat 3 van de 6 niet aanwezig kunnen zijn vandaag. We hadden het toch anders bedacht 1,5 jaar geleden. En dan ziet maar weer dat je eigenlijk meteen moet vieren als er iets leuks te vieren is. Want je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren. Maar weet dat jullie in mijn hart zitten, waar ik ook naartoe ga. En dus ook vandaag. Ik houd van jullie en ik heb gesproken. Professor Hurks, beste Petra, ja, wat is er nog meer te zeggen? Ik denk dat, dat de oratie, jouw reden vandaag, echt laat zien wat ik in het begin ook over je zei en wat je collega's en vrienden ook over je weten. Je bent een zeer creatieve wetenschapper. Dat liet je ook zien in je inhoud van je werk, maar ook een prachtige slide. Ontzettend mooi gedaan. Ook het feit dat je ook een wat complexe materie op een heel begrijpelijke manier kunt overbrengen, dat maakt je natuurlijk ook een geweldige docent. En daarom ben ik en zijn wij als college van bestuur, maar ook de decaan, dat weet ik zeker, ontzettend blij dat jij bij ons werkt en dat je dat ook de komende tijd blijft doen.
Ik ga zo meteen deze academische zitting sluiten. Wij gaan, en Petra heeft het al een paar keer genoemd, we gaan borrelen. Dat is ook een belangrijk onderdeel natuurlijk van zo'n dag. Ik wil u zo meteen vragen om eerst de cortège de gelegenheid te geven om de zaal te verlaten. En daarna kunnen jullie ons volgen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Bedankt voor deze mooie middag. En hierbij sluit ik deze academische zitting.